Wat ik eigenlijk vandaag graag wil laten zien, is hoe je de polder in kunt gaan om te gaan snoeken. Ik kom net een plekje tegen, wil ik het nog even laten zien. Meer dan zo'n bakje heb ik niet nodig voor een dagje vissen. Ja, die vis klapte er toch op! Ik moet zeggen, ook wat een prachtige vis. Ik ga hem even proberen te laten zien. Het is weer koud. Het is grijs. Het is nat. Het klinkt voor mij als echt perfect visweer. Wat ik eigenlijk vandaag graag wil laten zien, is hoe je super simpel en super licht de polder in kunt gaan om te gaan snoeken. Ja, misschien weten jullie allemaal wel dat ik groot fan ben van spinners. Weet je wat? Ik ga er gewoon mee beginnen. Never change a winning team. Ik switch weer even terug naar mijn basisaasje. En de reden dat ik graag spinners vis, is niet alleen maar omdat de snoek te gek op is. Het is ook gewoon heel makkelijk te vissen. Dus het gaat echt alleen maar zoveel mogelijk, zo snel mogelijk water af te vissen. Om te kijken of je actieve vis vindt. Volgende sec. Was niks. Nou ja, hoort erbij. Ik kom net een plekje tegen. Wil ik het toch even laten zien, want daardoor ben ik toch wel weer. En het heeft getriggerd om toch eventjes te gaan kijken van, nou, misschien zit hier een vis. Ik heb hier, aan mijn rechterkant, een klein slootje. Die komt hier uit. En er zit ook een, nou ja, een klein knikje in deze sloot, in het kanaal. En dat kan nou net even zo'n plek zijn waar de vis wel op aangetrokken is. Dus toe aangetrokken is. Gaat even groeien. Ja. Oh. Dan sta je twee tellen te slapen. Die vis klapte er toch op. Ik los hem helaas na 2 seconden. Ik denk ook niet dat hij terugkomt, maar het geeft wel aan. Alles wat anders is, is goed. Nou, dat was echt heel gaaf. Ik bedoel, ik vind dit plekje. Ik denk van, nee, hier zou wel eens wat kunnen gaan gebeuren. En eigenlijk in, wat was het, 2 worpen. Klapt er toch met een bol geweld door het oppervlak. Super spannend. Natuurlijk is het jammer dat ik de vis niet vast heb kunnen houden, maar ach, voor de aanbeet doe je dat toch, of niet? Het laatste stekje had ook nog een heel mooi bankje. Ik wilde eigenlijk even van het moment gebruik maken om het te hebben over materiaal en mijn visie op poldervissen. Ik vind het fijn om zo licht bepakt mogelijk de polder in te gaan. Je loopt een heel stuk en weet je, hoe minder spul je bij je draagt, hoe fitter je voelt, hoe lekkerder je kan vissen. Daarnaast is het ook zo, misschien herkennen sommige vissers dat wel, je kan heel veel meenemen, maar met hoeveel spul vis je nou eigenlijk? Dus ik wil even laten zien wat ik dan meeneem. Waar ik graag mijn vis en hoe. Dus ik heb op tafel heb mijn spul neergelegd. Dus ik zal zo even de camera omdraaien. Maak even een bakje open. Het zal schokkend zijn hoe weinig erin zit. In de polderen, helemaal als je weet waar je heen gaat. Het is allemaal kunst als het vrij ondiep loopt. Bijna allemaal spinners. Ik ben gewoon verliefd op spinners. Voor deze ondiepdopende plugjes. Ik gebruik ook maar 2. Felkleur en een natuurlijke kleur. Lepel en een meetlint.
Ik wil nog eventjes stilstaan bij de spinners. Ik heb heel veel vertrouwen gekregen in spinners met een dubbelblad. Daar heb je al verschillende types van. Maar ik heb het idee dat ten opzichte van een enkel blad, dat dubbelblad gewoon net even een wat groter doelwit presenteert en wat meer lawaai maakt onder water. Ze zijn daarnaast gewoon super simpel om te vissen. Verder twee flesjes water, twee tangetjes. Zorg altijd voor een hele lange tang. Helemaal als je een vis hebt van, nou, laten we zeggen, 1,80 cm en die heeft het kunstgras helemaal geïnhaleerd. Ja, dat is een lange tang wel echt een must. Ik vind de kleine ook fijn om erbij te hebben. Ook omdat daar een knipgedeelte op zit. En dat is voor de rest alles qua materiaal wat ik mee heb. Dat betekent ook, veel polderwater neem ik ook niet eens een net mee. Het net zit middenweg. Ik ken de kielgreep. Kun je de vis voor de rest geen schade mee als je dat netjes doet. En dat kan je ook niet in de weg zitten. Ik hoop dat jullie daar wat aan hebben. Ik ga weer vissen, maar ik ben veel te veel. Dat is leuk. Het is in ieder geval geen visloze dag. Ik moet zeggen, ook wat een prachtige vis. Ik ga hem even proberen te laten zien. Even voorzichtig zijn voor mijn handen. Moet je nou eens kijken. Zo goudkleurig en mooi. Dat is fantastisch. Het is geen monster, maar dat maakt niet uit. Vis is vis. Haal hem echt uit de waterplanten. Zit ook gewoon nog echt in zijn bek. Leuk, ik ga hem even onthaken. Een momentje, een paar foto's maken en dan mag je weer terug. Yes! Als er wat twijfel is of die vis wel fit genoeg is om weg te zwemmen. Deze niet. Maar mocht het geval zijn, hou nog even vast bij de staart voordat je hem loslaat. Op het moment dat die vis uit zichzelf wegzwemt of die knalt in één keer weg zoals deze, dan weet je dat het helemaal goed komt. Maar gooi een versufte vis nooit zomaar terug. Helemaal niet een snoek. Er staat een goede kans namelijk dat hij anders naar de bodem zinkt. Het misschien helemaal wel niet meer doet. Dat zou je jammer vinden. We gaan op zoek naar de volgende. Het lijkt op alsof mijn stekje gevonden is door een dood aasvisser. Ik weet niet of je het waardeert op de camera zet. Dus ik weet niet of ik dit ga filmen. Dan gaan we even kijken hoe het gaat. Nou, ik heb eventjes gepraat met de meneer die aan het vissen was op de stek die ik nog even wilde proberen. Die vist met doodhaas. Helemaal niks. Lijkt erop alsof ik een taaie dag uit heb gezocht. Aan de andere kant, ik denk dat ik in mijn handjes mag knijpen. Eén vis gezien, één vis gevangen. Ik heb het sterke vermoeden dat de vis wat trager, wat later is. Kijk, normaal in de winter dan... We zijn nu in december. Dan trekt die vis allemaal samen. Grote scholen aasvis, veel roofvis bij elkaar, kun je echt wel die hotspots afzoeken. En misschien was het toch verstandiger geweest om gewoon maar te blijven gooien en meters te blijven maken in plaats van plekje naar plekje te gaan. Maar goed, dat is achteraf. Weet je nooit. Ik ga het gewoon nog eens een keertje proberen binnenkort. Maar nou, ga ik aan de chocolade wel. Ik vind het wel best voor vandaag.